Hi, ik ben Jessine. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij ons. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik deze mannen-heren make-up heb gedaan op Timo. Dit is het. Dit is mijn hoofd. Ja, het is gewoon een hele basic mannen-make-up. Heel veel mensen vragen toch van wat, maar hij met mannen-make-up, wat doen mannen erop, wat doen mannen qua make-up? En in principe, je hebt nu ook mannen-make-up merken en zo. Ik vind het onzin. Ik vind niet echt dat er een onderscheid uit gemaakt hoeft te worden tussen mannen-make-up en vrouwen-make-up. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik gewoon met de make-up die ik zelf ook gebruik in mijn video's, hoe ik daar mannen-make-up mee heb gedaan. Dus ben je benieuwd hoe ik dat heb gedaan? Blijf dan kijken. Oké, als allereerste begin ik natuurlijk met de Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Dat ruikt echt tering lekker. Ja, dat ruikt super lekker. Oh mijn god. Van Bobbi Brown? Ja, nou echt fucking duur kamer. Hoe duur is die? 50 euro. Weet je dat op mijn hoofd sfeer? Oh, het ruikt zo lekker. Oh nee, mijn god. Iedere keer als je opmaakt, je hele beauty blender ruikt dus hier naar. Zo goed. Dan gebruik ik de Pro Longwear Concealer van MAC. Deze concealer is wel ietsje te licht. Ik had liever een wat donkere kleur gebruikt, maar ik heb zijn kleur concealer niet. Dit was de donkerste kleur concealer die ik op dit moment had. Dus daarom ben ik voor deze gegaan. En deze breng ik gewoon met een grote fluffy penseel onder zijn ogen aan. Niet heel erg gedekt, gewoon een heel klein laagje, zodat een beetje de ballen weggaan en zodat je dat donkere wat lichter maakt. Ook stippel ik een beetje de rode vlekjes weg. Hij heeft er niet heel veel, hij heeft echt een perfecte huid. Maar die heeft, stippel ik wel aan. Dan ga ik deze twee foundations mixen. En dit is de Urban Decay Naked Skin Foundation in de kleur 02. En de Bobbi Brown Longwear Even Finish Foundation in de kleur 5 Honey. Ik wist dat Timo af en toe naar de zonnebank gaat, dus ik wist niet hoe bruin die op dit moment zou zijn. Dus ik moest deze twee foundations mixen om een beetje ongeveer zijn goede kleur te krijgen. En deze breng ik aan met deze Duo Fiber Brush van Real Techniques. Ik wou niet een beauty blender gebruiken omdat ik niet vol dekking bij hem wil hebben. Ik wil gewoon een heel licht dun laagje foundation. Dus daarom breng ik deze manier aan. En dit spreid ik gewoon heel even over zijn gezicht heen. De concealer onder zijn ogen zet ik alvast met de Yves Saint Laurent Translucent Powder. Voor het geval dat hij naar beneden kijkt en die lijnen onder zijn ogen in de concealer krijgt. En dan pak ik de Cream Bronzer van Chanel en hiermee begin ik te contouren. En deze breng ik aan met deze Duo Fiber Brush van MAC. Ik zorg alleen dat de witte haren van de Duo Fiber Brush de huid aanraken. Ik wil niet een hele strakke contour, ik wil gewoon dat er gewoon een hele natuurlijke, simpele contour zit. Daarom gebruik ik ook een cream contour en niet een poeder. Een cream contour is net iets makkelijker te blenden, is net iets natuurlijker dan echt een dikke poeder meteen erop doen. Ook zijn voorhoofd, in principe contour ik alle plekken die ik bij mezelf ook contour, ook bij Timo. Ik was mijn poederdons vergeten, dus ik ga zijn hele gezicht afpoederen met dit kleine poederkwastje. Het werkte, alleen het was niet ideaal, maar normaal zou ik het dus met een grote powderpuff doen. Ik zorg dat ik zijn hele gezicht goed afpoeder, dat hij niet meer glimt. Daarna pak ik de Anastasia Contour Kit en dan pak ik de onderste middenste kleur, Fawn. En hiermee maak ik zijn contour in het midden net iets donkerder. Hiermee geef je net even iets meer dimensie aan de contour en laat het er veel natuurlijker uitzien dan dat je alleen maar één kleur gebruikt. Dan pak ik weer de losse poeder en maak ik de lijn onder zijn contour iets rechter om de contour iets schoon te maken en het iets minder op een vlek te laten lijken. En dit blend ik daarna allemaal met deze gigantische poederkwast. Met dezelfde contourkleur contour ik ook zijn neus. Heel minimaal, hij heeft een heel mooi klein neusje van zichzelf, maar toch contour ik de zijkanten wel even. Zodat alle plekken over zijn hele gezicht matchen qua kleur, zodat de donkere kleuren met de donkere kleuren matchen, zodat de lichte kleuren met de lichte kleuren matchen, zodat het er allemaal in een geheel natuurlijker uitziet. En dit blend ik daarna weer met mijn poederkwast. Stop! Even 2 seconden voor hoe ziek wit Timo's tanden zijn. Iedereen doet toch een moord voor deze tanden? Het is gewoon niet meer grappig, ik zit te editen en ik zit alleen maar te kijken naar zijn tanden. Nu weer door. Voor zijn wenkbrauwen gebruik ik de Goofproof Brow Pencil van Benefit. Ik vind zijn wenkbrauwen voor hem gewoon natuurlijk heel mooi staan. Dus ik hou de volledige vorm van zijn eigen wenkbrauwen aan. Ik vul alleen tussendoor een beetje de gaatjes in en ik maak de wenkbrauwen iets voller. En ik borstel de wenkbrauwen goed door zodat er geen restjes meer in zijn wenkbrauwen zitten. Nu pak ik de Tinted Brow Tamer van Urban Decay. Hiermee zet ik zijn wenkbrauwen en hiermee vul ik zijn wenkbrauwen nog even net iets meer in. Dus al het poeder wat eerder op zijn wenkbrauw is gevallen of alle foundation die in zijn wenkbrauwen zit, kan je hiermee mooi weghalen. Nu pak ik nog 1 keer de contourkleur uit het Anastasia palet. En deze zet ik een beetje in zijn arcadeboog om ook een beetje definitie te geven aan zijn ooglid. En het net zoals ik al bij de neus uitlegde, alles gewoon met elkaar over te laten blenden zodat alle kleuren in zijn gezicht gewoon matchen met elkaar. Ook een heel
heel minimaal klein beetje onder zijn ogen. Dit laat zijn ogen iets meer spreken. En bij mannen vind ik dit heel erg mooi als je ook hebt gecontourd om ook onder de ogen een heel klein beetje met diezelfde contourkleur iets aan te zetten. En dit blend ik goed met een schoon oogschaduwpenseel. Om weer een beetje kleur terug te geven in zijn gezicht gebruik ik deze blush van MAC. En dit is Fleur Power. Deze breng ik heel licht aan op de appels van zijn wangen. En op zijn voorhoofd om gewoon het hele gezicht kleur te geven. En dan natuurlijk, het is wel een mannenmake-up, maar we gaan natuurlijk gewoon een highlighter aanbrengen. En voor Timo heb ik voor een hele natuurlijke highlighter gekozen. En dit is de Dior Skin Nude Air Glowing Gardens Highlighting Powder. Dit is een hele natuurlijke highlighter die een hele mooie natuurlijke glow geeft. En dan natuurlijk de laatste stap, Fixing Spray. En dit is de Urban Decay D-Slick Setting Spray. Lekker nat. En dit is eventjes een korte voor en na. En dit is uiteindelijk de look geworden. Dit is hoe het eruit ziet. Wat vind je ervan? Mooi. Ik heb nog niet in echt gekeken, alleen op het kleine scherm. Ja, nee, ik vind het mooi. Ja. Ja. We hebben ook een video op Timo's kanaal gedaan. Daar heb ik hem als Priscilla gemaakt. Daar kan Priscilla naar boven. Dus ben je benieuwd wie Priscilla is en hoe Priscilla eruit ziet? Dan hier beneden staat een linkje naar Timo's video. Naar, ja, zie je, Priscilla is. Dus ben je daar benieuwd naar? Ga je even naar beneden. Vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jij van deze knappert hier vindt. Het is wel super leuk. Wij vinden het super leuk om al hele leuke comments te lezen. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video. Doei! Doei doei! Ik ben zo blij dat ik deze gekocht. Dit is in ieder geval de kleur, een hele mooie nude kleur. En dit is de kleur Kim K. W. van Charlotte Tilbury. Het is echt een super dure lipstick. Hij is echt fair overpriced voor een lipstick, maar ik moest hem gewoon hebben. En ik ga mijn lippen lijnen met deze lipliner.